Hallo, vandaag geef ik een, ja, een stukje onderwijs over een interessant onderwerp: over de essentie van creatie. En wist hij dat niet alleen woorden, maar ook gedachten, intenties, emoties en zelfs onbewuste overtuigingen uh, creatiekrachten zijn die continu aan het creëren zijn in ons leven? Om dat te begrijpen moeten we iets begrijpen van hoe God de schepping heeft gemaakt en wat voor invloed juist die woorden, krachten, intenties, emoties en onbewuste overtuigingen hebben op ons leven. En eigenlijk continu aan het creëren zijn, het zij ten goede, het zij ja, ten negatieve. En daarom is het heel belangrijk om daar inzicht in te krijgen en ook die creatiekracht in ons leven zorgvuldig te beheren. Ik wil graag een zegen vragen, opdat ik ja, datgene wat God mij heeft laten zien ook eh, mag kan overdragen en de Heilige Geest in, in jullie harten kan bevestigen, zodat je er bewust van kan worden en je samen met God ook heel bewust positieve dingen kunt gaan creëren, maar ook het negatieve stuk wat we ook allemaal hebben, ja ook kunnen eh, cultiveren en ook heel bewust eh, daar ons van afsluiten, het uit ons systeem wegdoen, zodat het niet tegen onze willen in ook allerlei dingen gaat aantrekken en creëren die we helemaal niet willen. Oké, okay, laten we bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u bent de schepper van hemel en aarde. U bent puur liefde, licht, goedheid en u heeft ons geschapen naar uw beeld en uw gelijkenis en daardoor zijn wij ook ja, medecreators, we zijn medescheppers. Heer, zowel in het positieve maar helaas ook in het negatieve. En ik bid, Heer, wilt u ons inzicht geven hoe die creatieprocessen werken zodat wij niet gaan meedoen met die negatieve creatieprocessen, maar ons daar heel bewust van gaan distanciëren met behulp van uw heilige geest, met uw kracht, zodat wij met uw koninkrijk kunnen meewerken met ja, het, het creëren van uw koninkrijk hier op aarde. Door ja, veel bewuster bezig te zijn met de creatiekrachten die u ons gegeven heeft in ons leven. Hier wilt u mij helpen deze boodschap helder neer te zetten en ook ja, inzicht te geven in Jezus' naam. Amen. Om uh, beter te begrijpen hoe creatiekrachten werken in jouw eigen leven. en hoe jij ze ook kunt inzetten om voor jou te werken in plaats van tegen je. is het ook belangrijk om iets meer te begrijpen van hoe de schepping werkt. Hoe de schepping tot stand is gekomen en waar de schepping eigenlijk uit, uit is ontstaan en uit bestaat. Nou, de schepping, het hele universum, alles wat wij zien en niet zien. het zinnelijke en het onzienlijke, is geschapen. Via Jezus. Dat laat ons de Bijbel zien. En Jezus heeft de wereld geschapen vanuit de geest van God door middel van zijn woord. Alle dingen zijn door het woord geworden. De zienlijke en de onzienlijke wereld zijn allemaal door het woord geworden. He, door de Logos. Het woord Gods. Nou, wat is een woord? Uh, een woord is een trilling met een met informatie. Uh, het is een trilling met informatie, bewuste informatie, die dus komt vanuit een goddelijk bewustzijn. Vanuit een verlangen, vanuit een intentie. Als ik iets zeg, dan is het eerst in mijn geest ontstaan en mijn geest zoekt de manier om uh, mijn verlangen, mijn intentie, mijn boodschap, mijn informatie die ik wil delen, om dat in woorden uit te drukken. En dat, ja. Uh, dat schept dingen. Dus alle dingen zijn dus door het woord van God geworden. Nou, vanuit de kwantumfysica weten we ook dat alles, werkelijk alles, trilling is. Eigenlijk bestaan de vaste deeltjes niet materie zoals wij dat ervaren. Uh, als je dat helemaal gaat uitrafelen en je gaat naar het kleinste substantie kijken van wat materie is, eh, dan krijg je eerst atomen, maar als je nog dieper in. Uh, die atomen gaat kijken, dan blijkt eigenlijk dat materie niet bestaat als zodanig, maar dat alles trilling is. Hè. Zoals wat wij als vaste materie ervaren, is eigenlijk een staande trilling. En uh, dan heb je de, de snaartheorie, en als je nog dieper op ingaat, dan, 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 dan kom je eigenlijk in een geheime wereld terecht waar ook de wetenschap nog bijna niks van snapt. Maar het enige wat wij kunnen snappen is dat die snaartjes trillen in. Meerdere dimensies dan dat wij kennen. Dus de, de, de kracht, de scheppingskracht komt eigenlijk van buitenaf, van buitenaf de dimensies die wij kennen. Nou, dat klopt ook, want God is geest. Hè. God is niet gebonden aan onze 3D-dimensie, uh, onze uh, ruimtetijd-dimensie. God, God staat daar boven. God is geest, maar wij zijn. Jij en ik zijn ook geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dus wij zijn ook geest. Dus, dus onze goddelijke essentie staat ook buiten deze tijdruimte. He, dus ons lichaam en onze ziel manifesteert zich hier in deze tijdruimte. Zijn ook gebonden aan de tijdlijn die wij hier op aarde van God gekregen hebben. He, stel dat je 80 jaar leeft, dan is dat de tijdlijn. waarin jouw, jouw ziel en jouw lichaam zich hier op aarde manifesteren. Waarin jij. Uh, ja, de tijd krijgt om prachtige creatieprocessen uh, vorm te geven en om te mogen groeien. Maar jouw geest, jouw goddelijke essentie, staat buiten die tijdruimte en is ook eeuwig. Uh, dus onze geest houdt ook niet op te bestaan als we sterven, maar gaat gewoon door. Nou, daar heeft uh, Pim van Lommel ook een mooi boek over geschreven: Eindeloos bewustzijn. Uh, dat is een wetenschapper die heeft ontdekt dat mensen ja, bijna dood waarin kunnen krijgen en dan ja, komen ze eigenlijk met verhalen waaruit blijkt, eh, ook wetenschappelijk gezien, dat het bewustzijn eigenlijk voort blijft leven omdat die mensen met verhalen komen die onmogelijk, ja, ze kunnen vertellen eh, omdat ze gewoon dood hè, op bed lagen terwijl ze dingen hadden gezien die ze onmogelijk konden waarnemen. Nou, dus even een zijpaadje, maar onze geest is, is eeuwig. Die gaat voorbij de tijdruimte zoals wij die ervaren. Dat betekent... Dan ga ik weer even terug naar de scheppingskracht. Dus al, alles wat wij hier op aarde kunnen waarnemen met onze vijf zintuigen: het materialistische, he, geur, kleur, smaak, eh, ervaring. Eh, dat is eh, materie. En dat is minder essentieel dan de geest. En wij denken dat dat essentieel is. He, dat kun je beetpakken, dat kun je eh, ervaren en beleven. En toch is het allemaal tijdelijk. Dus wat wij denken dat vast is, is helemaal niet zo vast. En wat wij denken dat ongrijpbaar is, hè, wat een beetje ja, de geest, wat is dat nou? En maar dat blijkt eigenlijk meer fundamenteel te zijn dan de tijdruimte waar we in zitten: het materiële, hè, het, het, wat je kunt bepakken, voelen en ervaren. Dat is juist veranderlijk, dat is vergankelijk. En de geest van God, het eeuwige. Dat is het meest fundamentele, dat is het meest stabiele, het meest um, krachtige. En daar ontstaat ook uh, de schepping. Dus alles wat we kunnen waarnemen wordt geboren vanuit de geest. Dus de geest, het goddelijk bewustzijn, als ik het zo mag noemen, is fundamenteler dan de materie. En dat betekent ook voor jou en voor mij, dat als we ons bewust gaan worden dat de scheppingskracht. Niet zozeer uh, daar begint waar we met onze handen iets proberen te maken of met onze mond dingen uitspreken, maar dat de scheppingskracht ontstaat in de geest. En dat van daaruit uh, het materiële, het fysieke zich gaat manifesteren. Datzelfde geldt ook voor jou en mij. Dus ook in ons leven creëren wij dingen vanuit onze geest. En daarom is het ook belangrijk om onze geest te beheren, om onze geest te cultiveren, te, uh, dat we zorgen dat onze geest zuiver is. En dat is ook precies waar de Bijbel over spreekt. Nou, onze geest die omvat uh, ja, ons geloof, geloofssystemen, die worden in de geest geboren. Uh, maar die geloofssystemen kunnen ook ongodelijk zijn. Uh, Jezus zegt, u geschieden naar uw geloof. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Maar wat is geloof? Geloof is een, een diepe overtuiging wat zich in de geest heeft verankerd en wat een creatiekracht is. Dus als jij iets positiefs gelooft wat overeenstemt met het Koninkrijk van God, hè, dan gaan er vanuit jouw geest gaan de creatieprocessen in jouw leven plaatsvinden die het Koninkrijk van God en de wil van God en de vreugde, de vrede, de harmonie, het geluk in jouw leven gaan manifesteren. Maar ook negatief geloof gaat, heeft ook creatiekracht. En dezelfde creatiekracht als positief geloof, maar dan tegengesteld. Nou, negatief geloof wordt ook geboren in de geest, maar heeft te maken met eh, angst, eh, bezorgdheid, eh, ja, negatieve eh, overtuigingen. Hè, van ik kan niet beter worden, ik ben minder dan die ander. Hè, dat zijn onbewuste. Overtuigingen, maar ook dat zijn creatiekrachten die continu creëren in ons leven. Want de creatiekrachten zijn eigenlijk trillingen: trillingen die ontstaan vanuit onze geest, vanuit onze ziel en vanuit ons lichaam. Uh, en de, de, de omgeving, het universum, reageert op de trillingen die wij uitzenden. Het universum kun je ook niet voor de gek houden. Uh, mensen kunnen voor de gek gehouden worden. He, daardoor kun je dingen zeggen die je niet meent. Je kunt uh, dingen creëren uh, wat een illusie is, he, waardoor mensen om de tuin worden geleid en uh, je, je kunt misleiden. Maar het universum kun je niet misleiden. Uh, het universum reageert namelijk niet op wat jij probeert te zijn of wat jij probeert te geloven. Uh, hoe, hoe, hoe best je ook doet om de juiste woorden te spreken, maar het universum. Dat is een godlijke, ja, wetmatigheid. Reageert op de trillingen die daadwerkelijk uitgezonden worden vanuit jouw uh, systeem. He, vanuit jouw geest, vanuit jouw ziel. He, dus wat je waarachtig gelooft is. Niet wat je wil geloven, maar wat je waarachtig gelooft. En daarom is het ook belangrijk om, en daar staat heel de Bijbel vol van, dat wij waarheid hebben in het verborgen. Dus dat ook onze gedachten, hoe wij over mensen denken, hoe wij over onszelf denken, he, dat dat altijd positief is. Want negatieve gedachten zijn ook scheppende krachten. Zowel over onszelf, maar ook negatieve gedachten over ons naaste. He, en ook woorden die we uitspreken, he, woorden zijn scheppend, positieve woorden, maar ook negatieve woorden. En daarom is het ook heel belangrijk welke woorden neem jij in je mond. Want woorden komen vanuit de geest. En op het moment dat jij die woorden uitspreekt, he, wordt het nog een keertje bekrachtigd. En als je negatieve woorden uitspreekt over een ander of over jezelf, gaat dat destructief werken. He, de, daarom dat roddel en kritiek uitspreken over mensen hebben, is ook uiterst gevaarlijk, omdat het destructie geeft. Niet alleen naar de mensen over wie je negativiteit uitspreekt, maar wat je zaait, zul je ook altijd oogsten. Dus wat je uitzendt, komt altijd dubbel en dwars terug. Dat geldt voor het positieve. Dus positieve gedachten komen altijd terug in je leven. Maar ook negatieve gedachten. Van oordeel, van kritiek, van boosheid, van angst. He, dat is ook allemaal zaad. Dat is trillingen die je het universum instuurt. En het komt altijd vermeerderd terug. Want wat de mens zaait, zal die ook oogsten. En dat gaat met name over trillingen. Dus het gaat om de onbewuste, waarachtige trillingen die je uitzendt vanuit je hart, vanuit je gedachten, vanuit je geest en vanuit je emoties. En daarom is het ook belangrijk om in het verborgene zuiver en rein te zijn. Daar gaan heel veel bijbelteksten over, eh, ook eh, denk aan de psalmen waarin wordt staat van Heer toets mijn hart en mijn nieren. En het gaat precies daarover dat je in het verborgene zuiver bent, dat je diepste overleggingen van je hart, dat het zuiver is. Dat je nieren, dat de diepste motieven, dat dat zuiver is. Dat je niet met een dubbele agenda goede daden gaat doen. He, uh, met, een, met een verborgen ego om er winst uit te behalen. Want mensen kun je voor de gek houden, maar het universum niet. Dus het kan best zijn dat je in de ogen van mensen als een waarachtig christen he, door het leven kan gaan. En dat je van binnen voorop bent. Daar heeft Jezus het ook over, over die farisees, he, die uh, zijn als witgepleisterde graven. Van buiten lijken ze prachtig, maar van binnen zijn ze verrot. En zo kunnen mensen van buiten gewoon heel aardig zijn en lijken dat alles klopt en precies het juiste doen wat men van je verwacht. En van binnen kun je ja, koken van woede en van boosheid en, en vol van angst zitten, negativiteit. En het is allemaal illusie wat jij uh, probeert naar de buitenwereld te zijn. Aan de andere kant heb je ook mensen die van buiten lijken alsof niks lukt en die liggen in puin en, en het leven lijkt mislukt. Maar als je ze gaat ontmoeten, en ik ken dat soort mensen, dan zijn, dan zijn ze van binnen zo puur. Alleen ze hebben gewoon moeite met deze wereld. En ze voelen zich niet thuis in de wereld omdat ze zo van binnen zo puur zijn en ze kunnen eigenlijk niet handelen met. De hardheid van de wereld en daarom is, is het hen niet gelukt om een gezond bestaan op te bouwen. Maar niet omdat ze niet goed zijn, maar juist omdat ze zo goed zijn dat ze eigenlijk niet kunnen meebewegen met de hardheid van de wereld. En daardoor, ja, soms, soms uh, zo stuk zijn van binnen, maar eigenlijk zo, zo ontzettend puur. Nou, en ik ga liever met dat soort mensen om hè, dan met schijnheilige mensen die aan de buitenkant alles mooi lijkt, maar van binnen het niet klopt. Nou, en God kijkt naar ons hart. Dus het gaat niet zozeer om het resultaat dat wij van buiten, hoe wij van buitenaf eruit zien, maar God ziet het hart aan. Hij, hij kijkt naar ons innerlijk en uh, dat innerlijk dat creëert ook in de geestelijke wereld. Nou. Hoe krijg je nou een rein en zuiver innerlijk? Omdat het mens namelijk niet lukt om jezelf van binnen te reinigen. He, je kunt zo je best doen om te vechten tegen negatieve gedachten, om te vechten om niet te oordelen, om te vechten om, om, eh, ja, om jezelf proberen van binnen schoon te maken. En dat is goed omdat we gaan proberen, want dan ga je namelijk ontdekken dat het niet lukt. Uh, Want je kunt, mens is niet in staat om zichzelf wezenlijk te veranderen. Wel uiterlijk, hè, je kunt je gedrag min of meer aanpassen, zodat het van buitenaf uh, uitziet dat je een nette burger bent. Maar van binnen is een mens niet in staat om zichzelf wezenlijk te veranderen. Daar is iets voor nodig. Nou, wat is daar voor nodig? Daar is voor nodig dat jij je hart opent. Voor de Heilige Geest, voor de Geest van God die zuiver, puur, rein en heilig is. En alleen vanuit het openen van je hart en de heiliging uitnodigen in jouw leven, dat je zegt Heer Jezus, want Jezus is eigenlijk de meest pure uh, mens die er ooit heeft geleefd. Die heeft de liefde, de puurheid, eigenlijk het goud, als je het zo het pure goud van God, heeft hij geopenbaard aan de mensheid. En daarom dat Jezus ook kon zeggen: Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Dus hij deed niet alsof, hij predikte niet de waarheid. Jezus zegt: Ik ben de waarheid. En je kunt Jezus opensnijden en helemaal onder druk zetten. En alles wat er gebeurt is dat de waarheid uit Jezus komt. Nou, als je mij onder druk zet. He, dan kom je al heel snel achter dat ik karakterfouten heb. He, dat ik toch geïrriteerd raak. En dat er dingen in mij zijn die toch nog een stukje ja, heling nodig hebben. En vorming nodig hebben. En groei nodig hebben. Ik ben verre van volmaakt. Maar Jezus die heeft eigenlijk aangetoond hoe een volmaakt mens eruit ziet. En toen Jezus onder druk werd gezet. Toen Jezus werd verraden, werd gemarteld, werd gekruisigd. Eh, ook toen heeft Jezus alleen maar puurheid gebloed. Jezus uit zijn wonden bloedde hij pure liefde. En ook aan het kruis riep hij uit: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, deze Jezus, die van buiten en van binnen puur goddelijk goud is, uh, zonder enige ongerechtigheid, die is die weg gegaan voor jou en mij om de weg te bereiden zodat de Heilige Geest, en het woord zegt het al, een geest die heilig en puur is, uh, dat hij die, die, die uit kan starten om ons te helpen van binnen ook heilig en puur te worden, dat onze diepste motieven, onze diepste intenties gezuiverd worden door de heilige geest. Dat kunnen we niet vanuit onszelf, dat gaat vanuit gemeenschap, vanuit een proces van eenwording met God en dat proces vindt weer plaats door inkering, hè, dat we niet ons best doen om aan de wet te houden, eh, om de regeltjes van, van God en van het christendom proberen zo goed mogelijk te volbrengen, dat gaat niet werken. Maar de transformatie die gaat van binnenuit plaatsvinden door onze diepste motieven bij God neer te leggen en Gods aangezicht te zoeken, zijn gemeenschap te zoeken, zijn liefde te leren ontvangen. En van daaruit, van binnenuit, merk je dat je hart gaat veranderen. Dat God het stene hart in ons doet smelten en er een hart van liefde en mildheid en vergeving en genade in gaat brengen. En ook onze diepste motieven. Gaat zuiveren. Dat is een proces. Het is een proces van heiliging, wat niet van de een op de andere dag plaatsvindt, maar dat is een proces wat door blijft gaan, zolang jij het diepe verlangen hebt om zuiverder te worden. Want het is een, um, een proces wat, wat jouw toestemming nodig heeft. Jij, jij moet nadrukkelijk ook daarna verlangen: uh, het Koninkrijk van God zoeken, dat je in alles Steeds weer opnieuw zoekt uh, de, 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 ja, de diepste uh, motieven van je hart, dat je die, die gaat zuiveren. En dat is niet eenvoudig. Dat, dat betekent dat je ook regelmatig de stilte in moet gaan om je eigen motieven te laten toetsen door de Heilige Geest. En dat gaat niet vanzelf. Daar is tijd voor nodig. Er is dus tijd voor nodig om, om, om te investeren. In gemeenschap met God. Hè, in gemeenschap met de puur, heilige, zuiveren en volmaakte. Dat je Jezus uitnodigt om jouw, jouw gedachten te zuiveren. Om je diepste motieven van jouw uh, hart te zuiveren. En je diepste intenties te zuiveren. Uh, te leren vergeven. Te leren zacht en mild te worden. En dat kan alleen maar als jij ook gaat ervaren dat God ontzettend veel van jou houdt. Hè. Dus dat je zijn liefde leert ontvangen. En vanuit het. De liefde van God ga je ook van binnenuit, uh, niet gemaakt, maar waarachtig, veranderen naar het beeld van God. En de Bijbel zegt dat als wij God kennen en gemeenschap met Jezus leven, dan zullen we veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid door de geest van God. En dat is een waarachtige transformatie van binnenuit. En naarmate je gemeenschap met God zich verdiept in die eenwording van binnenuit. Met God dat je daarna uitstrekt en het ook voedt, met elke relatie moet je voeden, uh, dan ga je merken dat je van binnenuit gaat veranderen. En dan gaat er van binnenuit een andere trilling, um, dan, ga, dan ga je andere gedachten krijgen, positieve goddelijke gedachten. Je gaat andere woorden spreken van binnenuit, vanuit oprechtheid. Je gaat andere. Gevoelens en emotie koesteren, ook voor je vijanden, omdat Jezus ons leert onze vijanden lief te hebben, om te vergeven, om te zegenen, om dankbaar te zijn, um, ja, om, om in zijn vrede te leven. En dan ga je eigenlijk vanuit die gemeenschap met God, ga je een, een klimaat om je heen creëren, een veld, als je het zo wil noemen, een veld van dankbaarheid en van liefde en vergeving en vrede en blijdschap en geluk. En die positieve levenshouding die vanuit de geest van God komt, die zorgt ervoor dat je ook op een andere manier gaat spreken, op een andere manier gaat denken, en dat zorgt er weer voor dat jouw omgeving daarop gaat reageren zonder dat jij moeite hoeft te doen. Maar dat is een vrucht van de geest. He, de vrucht van de geest, wat de mens zaait, zal die ook oogsten. En dan gaat het een heel natuurlijk geestelijk proces gaat dan plaatsvinden, en dan ga jij ervaren. Dat er om jouw leven heen dingen gebeuren. Dat mensen geraakt gaan worden door wie jij bent, door hoe jij bent en door wat je doet. Niet doordat jij daar vreselijk veel moeite voor doet, maar omdat jij in gemeenschap met God leeft. En dan datgene wat je doet draagt namelijk een andere lading, een andere scheppingskracht dan als je iets vanuit angst gaat doen. Want als je iets vanuit angst gaat doen, ga je angst zaaien en ga je ook. Angst oogsten. Als je iets uit bezorgdheid gaat doen, dan ga je bezorgdheid zaaien en ook bezorgdheid oogsten. Als je iets uit haat gaat doen, om iemand uh, ja, zijn energie terug te geven, uit boosheid of haat, dan ga je dat zaaien en weer oogsten. Dus zorg ervoor dat, dat jij jouw jou zaad, wat je van God hebt gekregen, dat je er zorgvuldig dus mee omgaat. Dus dat, datgene wat je doet, en dat maakt niet uit wat je doet, maar het gaat eruit vanuit wat voor intentie je dingen doet, dat jij dat gaat doen vanuit geloofsvertrouwen. Dat je dat gaat, dingen gaat doen, heel bewust, vanuit dankbaarheid, uh, de dingen het universum in gaat zaaien. Het zijn met woorden, het zijn met daden, het zijn met financiën, het zijn met, het maakt niet uit wat, maar als je maar gaat leven vanuit de intentie van liefde en dankbaarheid. En als je daarmee gaat beginnen, dan gaat het zich vermenigvuldigen in jouw leven, want wat jij zaait... Ga jij altijd vermeerderd ook oogsten in je leven? Dus wil jij een ander leven gaan leiden? Wil jij meer positieve dingen oogsten in jouw leven? En wil je dat je omgeving uh, gaat veranderen? Een ander soort mensen gaat aantrekken? En de armoede uit jouw leven en de angsten uit jouw leven gaan verwijderen? Dan betekent dat je vandaag op een andere manier ander materiaal gaat zaaien in de wereld. He, dat je het universum een andere energie gaat. Geven vanuit liefde en dankbaarheid. Dat betekent dat je uh, de, de, de negatieve gedachten over jezelf, over anderen, gaat loslaten. En dat je heel bewust vanuit geloof. in het begin is het misschien heel onwennig, maar hoe bewuster, hoe sneller het gaat. Eh, dan ga je positieve dingen zaaien. En als je positieve dingen gaat zaaien, het zijn met woorden, het zijn met gevoelens, met intenties, eh, met dankbaarheid. Uh, met je geld kun je ook heleboel mooie dingen doen. Uh, investeren in hele mooie projecten, heel bewust, maar ook even uit de juiste uh, motieven. Want je kunt ook weer verkeerd gaan, gaan zaaien, hè, weer met, met het doel om te oogsten. Uh, dan is je intentie alweer dubbel. Hè. Dan is het niet zo van, nou, ik verlang om, om te dienen, om te geven. want Dan hè, komt het gezeide op je bordje terug. Maar als je weer. Ja, ook daar weer een egomotief in zit, hè, dan wordt eigenlijk dat, dat, dat mooie golfbeweging weer, gaat weer stagneren. Dus hoe, pa, hoe, hoe meer puur en zuiver je vanuit die onbaatzuchtige liefde van God kunt leven, en je leven kunt zaaien in het universum, hè, des te meer ja, gaat, dat, gaat die zuivere goddelijke kettingreactie vanuit jouw hart de wereld instromen. En dan mag je eigenlijk een steentje zijn die zichzelf. Gooit in een oceaan van liefde en dan die rimpels, die gaan eigenlijk door ja, de hele wereld heen en die komen ook vanzelf weer, weer terug. En dat is ja, hoe God uh, samen met jou dingen wil, wil creëren. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest. Um, dat, ja, en ik nodig je echt uit om heel bewust bezig te zijn met datgene, wat zend jij uit in het universum? Uh, ga je dingen vanuit angst? Zaaien, vanuit bitterheid, vanuit oordeel. En ik zie het heel veel om me heen gebeuren. Uh, er gebeurt natuurlijk heel veel ellende in de wereld. Maar ook mensen die dat zien. En ze noemen zich wakker. Hè, en dan, dan, ja, maar die, die, die reageren dan ook weer vanuit boosheid en angst. En, en ja, dat is niet de manier waar de oplossing in zit. Hè. De oplossing is om er bovenuit te stijgen. En niet om te gaan vechten tegen de duisternis. Maar om met elkaar het licht te gaan ontsteken. Om met elkaar. Positieve dingen te gaan zaaien, waarvan wij met elkaar willen dat we daar de oogst van gaan eh, ontvangen. Nou. Dus ik wil je aanmoedigen: ga niet vechten tegen de duisternis. Ga denken: wat wil ik oogsten in mijn leven? He, wat wil ik creëren in mijn leven? Hoe zou, ik, hoe zou ik de wereld graag willen zien om me heen? En ga daar gewoon mee aan de slag. Want alle dingen zijn mogelijk, maar wees de verandering in de wereld he, die jij graag wil zien. In de wereld. Ga niet passief afwachten tot anderen dat gaan doen, of dat Jezus terugkomt en het voor jou gaat doen. Je hebt ook een bepaalde groeperingen die daar maar op zitten te wachten. Van nou, het wordt alleen maar erger, nou, en hopen maar dat Jezus terugkomt. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat jij de verandering gaat bewerkstelligen die jij graag wilt zien in de wereld. Want God wil door jou en door mij heen zichzelf openbaren aan de wereld en door aan jou en mij heen zijn koninkrijk bouwen hier op aarde. Want daartoe zijn wij geroepen om zijn koninkrijk te beërven en met hem te regeren. Oké, okay, ik wil afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u ons geschapen heeft naar nou, uw beeld en uw gelijkenis, dat wij ook geest zijn. En dat die geest eigenlijk het meest wezenlijke is van al ja, alles wat geschapen is. En dat wij ook vanuit die geest mogen regeren en heel bewust vanuit liefde en geloof en dankbaarheid. Ja, zaad mogen zaaien in het universum, wat ook weer gaat opkomen, dat we samen met u mogen co-creëren, dat we samen met u het koninkrijk, ja, uw goddelijk koninkrijk mogen scheppen, ook in het aardse, door ja, het goddelijk zaad te zaaien vanuit, vanuit ons leven, vanuit wie we zijn, dat we vanuit uw liefde gaan leven, dat we ook steeds meer waarachtig gaan worden vanuit onze diepste motieven, vanuit onze geheime gedachtegangen, dat alles puur en zuiver zal zijn. En ik wil u... Vragen Jezus, wilt u in mij, wilt u in ons uw heilige geest uitstorten, wilt u ons harten en onze diepste motieven uh, uh, doorzoeken door en, en zuiveren van on onzuiverheden, dat wij steeds meer en meer uitgelijnd worden met die goddelijke trilling van pure liefde. En dat wij samen met u ja, datgene mogen creëren wat we zo graag willen zien hier op aarde. Heer, ik wil u danken dat u ons ja, de, de kracht van uw geest heeft gegeven en dat we zo. Ja dat eigenlijk alle dingen mogelijk zijn voor degene die gelooft. Heer wilt u ons helpen om te groeien in liefde, om te groeien in geloof zodat wij steeds meer ja, waarachtig vanuit die goddelijke trilling van pure liefde mogen gaan scheppen en creëren, opdat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dank u, Jezus, dat u met ons meewerkt en ons uw geest heeft gegeven en ons ook alle engelen en zegeningen ter beschikking heeft gesteld. Om hier op aarde prachtige dingen te creëren samen met u. Dank u Jezus heer voor uw liefde en uw kracht en uw nabijheid. In Jezus naam. Amen. Amen. God zegen, ben je bemoedigd door deze boodschap. Uh, abonneer je op mijn kanaal. Zorg dat je ook uh, je hebt geabonneerd op mijn nieuwsbrief, dat je op de hoogte blijft. En wil je een bijdrage leveren aan de verkondiging van deze boodschap. Hey, ik leef voor een deel van giften. Dan kun je eventueel ook een. Uh, kleine donatie overmaken, daar help je mij mee om deze boodschap te blijven verkondigen. God zegen en wellicht tot een volgende video. Dag hoor.